Het gaat namelijk allereerst om de informatievoorziening, want CVO had vragen gesteld van we hebben nu het derde project wat we aan het behandelen zijn waar geld bij moet, maar wat moet er in de toekomst? Wat zijn nog meer projecten waar het eventueel duurder kan gaan worden? En die vragen die stelden we op 9 december en die zijn pas 30 januari beantwoord. Ruim 7,5 week. Later. En daar staat normaal drie weken voor en daar willen we toch nu wel de vinger bij leggen. We zijn blij dat die eindelijk beantwoord zijn, die vragen. Maar zeven en de halve week. Dat komt ook niet overeen met wat er over staat opgenomen in het Reglement van Orde uh, van Oldenbroek. Artikel 34, lid 4. Schriftelijke beantwoording gebeurt zo spoedig mogelijk. In ieder geval binnen drie weken nadat de vragen zijn ingediend. En in beantwoording niet binnen deze termijn kan plaatsvinden, stelt het college of de burgemeester de vragensteller hiervan gemotiveerd in kennis. Waarbij de termijn aangegeven wordt waarbinnen de beantwoording zal plaatsvinden. Maar dat bericht heb ik ook nooit gekregen. En dat vind ik wel iets. Als het gaat om informatievoorziening hebben we daar gewoon afspraken over. En nu wordt meer dan twee keer de termijn gebruikt dan die ervoor staat. Dan verwacht ik dan op zijn minst, conform ook het reglement van orde, dat wij daarvan gemotiveerd in kennis worden gesteld. En nogmaals, ik heb aangegeven, ik snap dat er feestdagen zijn geweest, oud en nieuw, kerst. Maar dit is wel heel erg lang. En ik wil daar toch graag ook een reflectie op als het gaat over de informatievoorziening naar de Raad. Er zijn een aantal dingen uh, gepasseerd en misschien is het goed om toch nog eventjes terug te kijken. Heel kort, nee, ik moet iets, eerst iets anders zeggen. Meneer De Nooijen, u heeft gelijk. U heeft gelijk en ik, uh, ik namens het college en als burgemeester wil ik dus de raad ook excuus aanbieden dat uh, de beantwoording te laat is en dat dat vaker zo is en dat er dan niet gemotiveerd wordt waarom het te laat is. Uh, ik wil u dus ook toezeggen dat ik ga kijken hoe we dat op een andere manier kunnen ingaan richten. Ofwel dat we de termijnen wellicht moeten gaan uh, breder maken, oprekken, ofwel dat we op een betere manier moeten voldoen aan ons eigen reglement van orde. Dus in die zin, uh, nogmaals, uh, gelijk en dat. Uh, dat wil ik ook uh, ruiterlijk toegeven. Want uh, ja, het is, uh, recht is recht en krom is krom. En uh, dit klopt niet, gaan we beter doen, zeg ik u toe.